Ja, vrienden, je voelt het alweer aankomen, hè? Met dat kabinet. Dat het gewoon een puinhoop gaat worden weer. Ja, ja, met al die huishoudens, al die mensen die het niet meer kunnen betalen binnenkort. Nee, en nu al misschien boodschappen niet en straks die energierekeningen. En dat wordt dus een enorme klerenzooi, ja. Dat weten we gewoon nu al, want we hebben gewoon een kabinet van pom, 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 pom. Dat is het gewoon. Het is een pom, pom, pom kabinetje. Ja, of zo van in het tempo van ik laat lekker de hond uit. Die. Handjes op de rug rustig gaan, lekker op de handjes zitten ook. Nooit, er wordt nooit echt actie ondernomen. Het is bijna altijd te laat, weet je wel. En er wordt altijd heel veel, ja, wordt pas gereageerd. Het loopt altijd maar achter de feiten aan. Dat is het gewoon. Oh, weet je wel. Je zit je constant op te winden over de politiek gewoon. En al die voorbeelden hebben we al gezien in het verleden. Weet je nog, met Kabul? Ja, iedereen wist dat het daar een chaos zou worden. En moesten mensen opgehaald worden. En het enige land wat weer te laat was Nederland. Puinhoop gewoon. Puinhoop. Ja, corona, je zag het al aankomen. Je wist dat het kwam. Iedereen dacht van, moeten we niet al met die injecties en alles. En Nederland liep achter de feiten aan. Puinhoop. Met de boeren, dat is al hoe lang niet aan de gang, die gesprekken. En wat hebben ze ervan gemaakt? Door te traag te reageren, door niks te doen of te weinig te doen. Puinhoop. En nu ook weer met asielbeleid. Ja, je wist dat die vluchtelingen zouden komen. Doe het dan. Ga dan alvast aan de gang. Nee, 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 nee. Lekker rustig een beetje wegkijken en weer niks doen. Puinhoop. En Schiphol. Oh, dat laten ze ook maar maanden gaan. Chaos, chaos, chaos. En het is ook weer een puinhoop. En dat komt allemaal door dat pom, 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 pom. Pom, pom, pom gedrag. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Lekker rustig aan. En waar maken we ons druk om? En nu ook weer, want van alle kanten wordt er geroepen van, oh kabinet, ga nou aan de gang en doe er wat aan. En zo, ja, want straks kunnen die mensen het niet meer betalen, want eerst was het 2000 euro, ja, dat die mensen meer moesten gaan uitgeven. En dachten ze 1,2 miljoen komen helemaal in enorme problemen. Maar het is niet 2000, het is 4000 intussen. Ja, dus er komen nog veel meer mensen in de problemen. En ja, en ga dan aan de gang. En kom met maatregelen. En ga bedrijven financieel steunen, zodat ze hogere lonen kunnen geven. Of ga de belasting verlagen. Of doe wat aan de BTW bij de boodschappen. Of geef iedereen waar ze het over hebben gewoon 2000 euro. Of ga praten met de energiebedrijven, zodat ze die tarieven gaan verlagen. Dan weet ik veel wat je doet, maar kom in actie. Ga wat doen. En doe niet pom, 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 pom. Dat is wat er nu aan de hand is. En vrienden, daar ben ik zo bang voor. Ja, wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Dat het gewoon weer helemaal fout gaat. Want het gaat weer. Pom, 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 pom.